Hoi, wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Is het een uitje waard? In deze aflevering nemen we je mee naar Museum de Fundatie in Zwolle, waar we een rondleiding krijgen en veel bijzondere kunstwerken gaan zien. Ben jij een echte kunstliefhebber en zoek je inspiratie voor je volgende uitje? Blijf dan kijken, want in deze video laten we je een aantal highlights van het museum zien. Nou, we zijn in Zwolle bij Museum de Fundatie. Echt een prachtig gebouw. En het schijnt dat we op het juiste moment zijn, want er zijn een aantal unieke collecties waar we zo meteen meer over te horen krijgen. Hoi. Hey, hallo. Ik ben Megan. Oscar, aangenaam. Ja, welkom in Museum de Fundatie. Dankjewel, we zijn echt heel benieuwd. Er schijnen ook een paar unieke collecties te zijn. Absoluut. Hang je jas maar op en dan neem ik je mee. Super, dankjewel. We beginnen onze rondleiding met een bijzondere tentoonstelling die bestaat uit werken van artiesten over de hele wereld. Ja, we staan nu in de tentoonstelling Brave New World. Ja. Tentoonstelling met 16 schilders van over de hele wereld. Echt schilders uit internationale top. Veel schilders tonen ook voor het eerst hun werk in Nederland. Gaaf zeg. Ja. Ja, we hebben, de schilders komen echt van over de hele wereld. Dus echt uit Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië, Afrika, eigenlijk alles. Er zijn maar enkele kunstenaars die uit Europa komen. Dus het laat ook echt wel een nieuw beeld van de schilderkunst zien. Heel anders dan de westerse traditie in de schilderkunst is. En hoe komen jullie daar zo bij om dit te gaan doen? Ja, we hebben deze tentoonstelling in samenwerking gemaakt met Hansen en Hartog Jager. Bekende naam uit de Nederlandse kunstwereld. Hij is schrijver, maar maakt ook tentoonstellingen. En hij heeft al een aantal keer eerder bij ons een tentoonstelling gemaakt. Maar nu kwam hij met het idee om deze kunstenaars samen te brengen. In de tentoonstelling A Brave New World brengen kunstenaars eeuwenoude technieken samen met hedendaagse thema's. Het biedt een uniek kijkje in de moderne kunst van over de hele wereld. Het museum is eigenlijk ontstaan vanuit één verzamelaar, Dirk Hannema. Die vroeger ook woonde op het kasteel, onze tweede locatie, kasteel het Nijenhuis. Mm-hmm. En hij was eigenlijk directeur van het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. En hij verzamelde eigenlijk allerlei kunstwerken die hij interessant vond. En dat vormt eigenlijk de basis van onze collectie die nu nog steeds te zien is. Ja. En we vullen het eigenlijk steeds meer aan met hedendaagse invloeden. Dus het groeit nog steeds door. En die collecties die veranderen dus ook iedere keer? Ja, we veranderen ongeveer 3 keer per jaar de tentoonstellingen die hier te zien zijn. Maar er is altijd een deel ook uit onze eigen collectie te zien. Dus zeker de moeite waard om een keer langs te komen. Wil jij zelf Museum de Fundatie ontdekken? Bekijk dan ons actuele aanbod van hotels en vakantieparken in en rondom Zwolle via de link die nu in beeld verschijnt. Ja, we staan nu bij de tentoonstelling Het Veranderlijke Landschap. Van Voerman tot Van der Linden. En de titel zegt het eigenlijk al. Deze tentoonstelling laat allerlei diverse kunstenaars zien die met het thema landschap werken. Dit zijn bijvoorbeeld allemaal schilderijen van Jan Voerman, een IJsselschilder uit de regio Zwolle, Hattem. Dus voor veel mensen die hier uit de regio komen is dit ook heel mooi om te zien, om hun eigen landschap op schilderijen te zien. En hij maakt eigenlijk diverse beelden, echt weilanden, maar ook zeegezichten, dus ja, heel divers. En we combineren deze tentoonstelling ook met allerlei hedendaagse kunstenaars, waaronder Samé, is hier te zien. Hij maakte allemaal werken van gerecycled materiaal. Ja. En daarmee ook wel een kritische blik op de hedendaagse maatschappij waarin recycling en klimaat steeds meer centraal staat. Ja. Dus we proberen echt de koppeling te maken met het verleden en het nu, zeg maar, door alles wat we doen. Dat zie je inderdaad heel duidelijk in het museum overal terug, zelfs al in het gebouw. Ja. Dat is een mix van oud en nieuw eigenlijk. Ja. Hoe komt dat zo? Dat is eigenlijk ontstaan we zijn uit ons voegen gegroeid. Het museum is eigenlijk gewoon een beetje aan de kleine kant. Mm-hmm. Vandaar dat die mooie bolder ook bovenop is gekomen met een hedendaagse toevoeging aan het museumgebouw. En dat proberen we eigenlijk door heel ons beleid en tentoonstellingen door te voeren. Van het prachtige 19e-eeuwse pand gaan we naar boven en nemen we een kijkje in de wolk. Ja, we staan nu bij kunstwerken van Raquel van Haver, de enige Nederlandse kunstenaar in deze tentoonstelling. En zij is opgegroeid in Nederland, maar geadopteerd uit Colombia. En zij reist eigenlijk de hele wereld over op zoek naar verhalen. En die verhalen probeert ze vast te leggen in haar schilderijen. En zoals je ziet, het zijn echt heuse 3D-werken met echt allerlei verschillende soorten materialen in verwerkt. Ook de mensen lijken bijna te leven en te bewegen.
is echt wel heel bijzonder, bijzonder werk dat we die nu hier bij ons in het museum hebben. En deze expositie die wisselt weer? Die gaat, ja, tot 11 juni is deze tentoonstelling te zien. En daarna gaat alles er weer uit en krijgen we weer nieuwe tentoonstellingen voor terug. Dus als je een Brave New World wil zien, dan moet je tot 11 juni hierheen? Ja, precies. Ja. We staan nu in de Wolk. Eigenlijk de bol bovenop het oude museumgebouw van de fundatie. Het is in 2013 geopend door koningin Beatrix nog destijds. Oh. En het is ontworpen door Hubert-Jan Henket, een bekende Nederlandse architect. En je kunt door het oog van de Wolk eigenlijk uitkijken over de hele Zwolse binnenstad. Bij de tentoonstelling Brave New World hebben we ook een audiotour, waarmee bezoekers eigenlijk zelf een rondleiding kunnen doen door de tentoonstelling. Ingesproken door de curator Hans den Hartog-Jager, waardoor je eigenlijk alle info die je maar wil weten te pakken kunt krijgen. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en laat ons weten wat je ervan vond in de comments hieronder. Wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan niet te abonneren. Tot de volgende keer!